Hier is de speelplaats. Daar is het politiebureau. Even kijken. Als u een keer in de studio komt, bij mij thuis, dan is het deze bushalte. Misschien even andersom. Ik heet Eugène, maar van mijn voornaam. En Simon van mijn achternaam. Ik woon op de Falkland Dreef. En ik maak vele... Oké, mevrouw. Ja, is goed. Ik kijk even of Stef thuis is. Ik heb geen mensen. Dus ik heb geen vrouw in de zin dat ik het bezit. Maar de zangeres, die ik al 7 jaar ken, die woont in Den Haag. En die zie ik alleen maar online. Mijn moeder heb ik... Rashima. Lady singer Rashima. Ja, ik denk wel dat ze klaar is. Weet je, ik ken je van de beurt. Je man was in 1954 geboren? Nee, mijn man is 1945 geboren, maar is 54 jaar geboren. Oh, wat jong. Dat... Nou, als je mijn man niet vergeet. Nee, mevrouw, hoe kan ik u nou vergeten? Hoe was u namelijk weer? Auw! Nee, gelukkig niet. Oh, ik durf niet te lachen, mevrouw. Mag het? Die kleine, die viel. Dag meneer, fijne dag. Fijne Sinterklaas. Kijk. Moet ik even hier, hè? Kijk. Hier, hè? Wat leuk, hè? Kijk dan. Daar zit hij. Zie je hem? Even kijken, hoor. Ja, nou zie je hem. Oh, hallo. Wie is dat? Hallo Luke, wat leuk. Fijne Sinterklaas allemaal. Moet hè? Is een plicht. Vind je niet erg hoor. Maar mijn internet die gaat steeds uit. Dus nou, heb ik hem maar even op wifi gezet. Two possibilities. I've been to the provider, but... Yeah. Ah! Ik schrik! Oeh! Loopt er een tegen een paal aan. Even wat servetjes pakken. Even in de tas stoppen. Ja, doe er nog maar een paar bij. Ja, dankjewel. Kijk, ik ben bij mijn lievelings visboer. Maar het is geen visboer, het is een visboerin. Een visboerinnen. Het zijn helemaal geen boerinnen. Het zijn geen boerinnen. Kijk, dat precies. Het zijn helemaal geen boerinnen, het zijn prinsessen. En nou moet ik heel even een hele zware bak kibbeling dragen. Ja, bedankt. Oeh, fijne Sinterklaas. Ja, precies. Dag prinses. Dan staat er redelijk vroeg deze avond. En er zijn mensen die kijken in Brazilië, Selma, Santos. Er zijn mensen die kijken in Mexico, Susanna Mendes, in Indonesië. Sorry, ik kan even niet op... Er zijn best wel veel uit Indonesië. Maar goed, er zijn mensen wereldwijd die kijken. En de bedoeling is dat mijn moeder in de toekomst, dan moet ik even met me even regelen, met andere familie, dat mijn moeder ook beeld kan bellen. Ze heeft een mobiele telefoonlijn. Met een normale telefoon, met toetsen erop en poppetjes, met een fotootje. Dan hoeft ze alleen maar te drukken en dan krijgt ze mijn lijn of iemand.